De brandweer doet meer dan alleen maar brandjes blussen. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Vandaag werd er door 9 finalisten in Bokstel gestreden voor de titel Landskampioen 2023 tijdens de landelijke finale genaamd 1-1-2. Ja, vandaag hebben wij de landelijke finale brandweerwedstrijden in Bokstel die we georganiseerd mochten krijgen. Ploegen hebben zich van begin af jaar weten te toetsen door de voorrondes heen. Uiteindelijk vanuit de voorrondes door naar de volgende ronde. Ja, en uiteindelijk de fantastische mooie finale hier in Bokstel. Waar wij een fantastisch scenario hebben voorgeschoteld voor de ploegen. Die ze zo veilig, zo snel mogelijk moeten afleggen. Iedere bevelvoerder heeft 2 waarnemers. Waarvan er eentje op het object is. En eentje die rijdt vanaf hier met het voertuig mee. En ik zorg dat die waarnemer iedere keer op zijn plek, op de juiste plek is. En weer terug. Oké, want het is best een hele organisatie. Het is een hele organisatie, maar het is kei leuk om te doen. Ga je winnen vandaag? Ja, zeker gaan we winnen vandaag. Dat is de spirit, hè? Ja, zeker. We gaan ervoor. Dus we zitten al bij de beste 9 ploegen van het land. Dus. Van het land, hè? Dus dat is toch wel een goed succes tot nog toe. Mooie prestatie is het. Waar hebben jullie de vorige keer? Vorige keer hebben we een voorrondes gedaan. De eerste was in, moet ik even nadenken, Wijk en Aalburg. Daarna zijn we naar Erp geweest en toen Lemmerleveld. Kijk. Dus, we hebben het land wel een beetje gehad. Om... Ja, het land wel gezien? Ja, inderdaad. Oké, succes jongens. Ja, dankjewel. Dankjewel. De zon was net deur, een half uur. Wat is er precies gebeurd? Daar kan ik wel iets over vertellen. Ik zal het kort proberen te houden. Bij dit bedrijf worden special effects gemaakt en voorbereid voor grote evenementen, zoals Songfestival, noem het dan maar op. Bij het laden en lossen van nou, goederen die daarbij gebruikt worden is wat misgegaan, er zijn wat kisten omgevallen. Daardoor is een incidentje ontstaan waardoor dat zo'n special effect vanzelf afgaat. Er begint een kist te roken, er is een steekvlam te zien, daar is ook een knal bij te horen. Nou, nog niet zo spannend allemaal, maar daardoor zijn hier binnen 2 werknemers afgeleid. En is hier binnen ook nog een ongeval gebeurd. Er is een persoon bekneld geraakt onder een last en helaas in zijn val ook nog gespiesd geraakt door zijn middel. Oei, dat is niet zo mooi. Nee, dat is heel vervelend. Een dame, een andere medewerkster, die ziet het allemaal toe vanuit haar werk, vanuit een hoogwerkertje wat in de werkplaats staat. Die is helemaal van slag, die kan niet meer naar beneden en die zal ook in veiligheid gebracht moeten worden. Door alle commotie is een werknemer een afsluiter vergeten dicht te zetten in een testruimte waar met CO2 gewerkt wordt. Die CO2 vult die ruimte en halverwege het scenario wordt dat gemeld door middel van een meldinstallatie waar de spelende ploeg dan ook weer op moet reageren. Dus het zijn verschillende facetten achter elkaar. Elke keer heeft de ploeg een schakelmoment waar ze op dat moment weer de veiligste en beste efficiëntste oplossing voor moeten verzinnen. Dus het is een heel uitdagend scenario. Maar de ploegen die tot nu gespeeld hebben hun uiterste best gedaan en laten zien dat het binnen de gestelde tijd en veilig op te lossen is. Jullie doen vandaag mee aan de wedstrijd. Ja, dat klopt. Een van de finalisten, 1 van de 9, hè? Ja, dat klopt. Hartstikke trots op. En waar kom je vandaan? Van Oudschastel, West-Brabant. Dat is nogal een eindje weg. Ja, val mee, dan komen ploegen van verder weg. Zitten die nou zonder brandweer in Oudschastel? Ja, maar onze collega-korpsen die benemen waar voor ons. Dus okay. Ik wens jullie veel succes. Ja, dat komt helemaal goed, dankjewel. ABWC, waar staat er voor? Ja, ABWC, dat is de Algemene Brandweerwedstrijdcomité. En die organiseren landelijk. Organiseren die de wedstrijden. Dat is een overkoepelende organisatie voor alle brandweerkorps in Nederland. Die regelen het. Het begint lokaal, daar beginnen de wedstrijden. En hoe verder dat je doorstroomt, hoe verder dat je in Nederland inkomt. Ja, en vandaag ook vanuit het ABWC een 9-tal ploegen die deze kant op gekomen zijn, die zich finalist mogen noemen. Uit Groningen, Volendam, Noord-Holland, Gelderland. Ze komen van heinde en verre om hier hun laatste kunstje te laten zien en te kijken dus inderdaad nogmaals wie wordt landskampioen van Nederland. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door veiligheidsregio de Haaglanden Post de Lier.